Afgelopen zomer nam Danny deel aan het liefdesavontuur in het programma BNB Vol Liefde, waar ze de vonk voelde met Joy en impulsief besloot om naar het zonnige Spanje te verhuizen. In een recent interview met de Telegraaf verrast Danny met groot nieuws over haar leven na het programma. Danny deelt enthousiast over haar romantische escapades. We spenderen het grootste deel van onze tijd in ons huis op Mount Joy, nabij Malaga. Maar met onze omgebouwde bus maken we regelmatig uitstapjes. Tarifa is een favoriete bestemming en binnenkort staat Portugal op de reisagenda. Ze onthult verder, onze ultieme droom is om een uitgebreide reis door Europa te maken en uiteindelijk Bali te bereiken. Maar dat staat nog even op de planning, gezien de verantwoordelijkheden die we hier hebben. Naast haar avonturen in de BNB draagt Danny actief bij als influencer. Ongeveer eens per maand vlieg ik terug naar Nederland voor bijvoorbeeld fotoshoots, waarbij ik gelukkig ook mijn vrienden weer zie, legt ze uit. Momenteel logeert Danny bij haar ouders. Maar dit zal binnenkort veranderen. Haar ouders hebben namelijk besloten naar Spanje te emigreren. Deze stap wilden ze al lange tijd zetten, en nu ik hier woon, voelt het voor hen wat kleiner, vertelt Denny. Ze deelt ook meer over haar relatie met Joy. We zijn nu al elf maanden samen en het gaat uitstekend. We hebben nog steeds veel plezier samen en zijn echt de beste maatjes. Ondanks ons drukke leven vliegt de tijd voorbij. Denny blikt terug op de periode na de opnames. Direct na de opnames ben ik met mijn moeder naar Ibiza op vakantie geweest, waarna Joy overvloog. Eind mei ben ik naar Spanje gevlogen en sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer teruggegaan. We wisten dat een lange afstandsrelatie niet voor ons zou werken, gezien de afstand tussen Spanje en Nederland. Danny concludeert met een glimlach, dus plotseling waren we 24-7 samen, zonder ooit eerder samen gewoond te hebben. Het was een avontuur, maar zeker een geslaagd avontuur.